Hij is een gevierd filmacteur, theaterdier, zanger, muzikant, tv-persoonlijkheid. Hij presenteert dit najaar Bake Off Vlaanderen, oftewel Heel België Bakt. Kortom, een artistieke duizendpoot. Wim Obroek. Welkom. Ik ben al heel lang, al van bij de start van dit fantastische programma, een fan. Wij noemen onszelf fan. Mm-hmm. In het Nederlands fan. Caravan, caravan. Wolkers heeft ergens een vuurtje aangestoken met die lekkere zinnen. En die man ook, die naast schrijver ook beeldhouwer was. Ja. Waar ik ook al een fascinatie voor heb voor veeldoeners. Ik ben een gulzigaard. Ja, als ik die opsomming al hoor, dan word ik al moe van mezelf. Wat doet die man allemaal? Ik ben een acteur. En ik leef bij de gratie van de woorden die de dichter mij in de mond legt. En dat is heel fijn om met die woorden bezig te zijn, wat ik in die inleiding zeg. Mooie woorden, banale woorden, platte woorden, scatologie. Het is allemaal een schatkamer aan materiaal om als acteur mee aan de slag te gaan. Alle nuance is weg in deze discussie. Over pedofilie bedoel je? Over pedofilie. Dit onderwerp ontploft. En niet alleen binnen de katholieke kerk, maar ook binnen sportclubs, binnen zangkoren, is er een soort ontploffing van dit thema. En ik vraag me af, hoe komt dat? Wat is het dat die drift... Waarom is het zo massaal aanwezig? Waarom is het zo massaal aanwezig? En is het zo verborgen en is het zo met schuldgevoel beladen? Dus, maar is het meer voor jou een soort pleidooi voor afwijkende driften? Is dat hoe we het... Nee, het is meer misschien een onderkennen van de perverse hartstochten die iedereen in zich draagt. Ja. In het theater of in het... Daar maken wij films over, daar wordt theater over gemaakt. En ik denk soms als iedereen zijn hart wat dat betreft iets meer zou op de tafel leggen, ja, dan zou er misschien al veel leed geleden zijn. Het is niet zo evident allemaal op een filmset te komen en je voor te bereiden. En het is een heel technisch gegeven. En je moet de angst kwijtraken. Ik vind eigenlijk dat de fout maken, een van de mooiste tv-fragmenten van het afgelopen seizoen, was toch wel Patti Smith, die op de Nobelprijs die er tekst kwijtraakt. En ze lost dat op zo'n soevereine manier op. Ze geeft toe, I'm sorry, I was wrong, can I do it again? En ik denk, ja, dat is de manier. Niemand kan ook niet hier aan die tafel komen zitten en even niet zenuwachtig zijn. Nee. Je wil proberen op een bepaalde manier een verhaal te vertellen wat er te doet over dat kindermisbruik. Een verhaal wat er te doet met een breed maatschappelijk debat. Een verhaal wat je nu moet maken omdat vele van die dingen die zijn verjaard. Vele van die toestanden zijn juridisch verjaard. Ja. Dus hier zou de fictie kunnen doen wat justitie niet meer kan. Een soort recht doen aan die slachtoffers. Een stem geven aan de slachtoffers. Of... Een stem op. En door het feit dat het boek zich afspeelt in de jaren 50... is het voor mij interessanter dan nu. Want we hebben het gehad over de kracht van poëzie, de kracht van taal. Mm-hmm. Hier heb je echt keihard die kracht van muziek. Wat komt over het algemeen harder bij jou binnen? Ik durf toch ook bijna te zeggen, ik ben daar niet de enige in. En ik trap de open deur met graagte in dat de muziek toch de direct access to the heart is. Het is fantastisch om in de nacht te rijden. Ja, wat maakt het zo... Dit, ik krijg een soort... Dat is de romantische ziel in mij, die komt dan helemaal... Ik krijg de nacht, ik krijg de muziek, ik ben de regisseur van mijn eigen emoties dan. Ik zit in de auto, ik kan wegsmelten, ik kan beginnen twijfelen aan mezelf. Ik kan bijvoorbeeld zo ontroerd raken nu de laatste tijd door de Tannhäuser-ouverture. Gespeeld door het Hurricane-ensemble. Ik zet het eindeloos lang op en dan is het een soort injectie van emoties en tranen. En ik vind het heerlijk. Absoluut. Het theater moet diverser worden, zeker. Maar ook de opleidingen moeten diverser worden. De mensen die de opleidingen geven, moeten diverser worden. De scholen moeten gemengder worden. Het is niet alleen het theater die dat allemaal kan oplossen. Nee, maar dat is jouw gereedschap. Dus daarom vraag ik het natuurlijk. Ja, en dat is mijn gereedschap. Ik heb nu eigenlijk, nu op dit moment, na de streep te trekken onder mijn carrière bij Integent, veel meer zin om, en ik doe dat al op zekere gebieden, om veel meer in sociaal-artistieke projecten deel te nemen. Veel meer. Ik denk dat wij ook na Ana van Marge in Sao Paulo heb ik ook gezien van, godverdikke, we moeten toch misschien ook weer de straat op of op andere middelen gaan gebruiken. Ik wil dat heel graag.
En we spelen die voorstelling en plotseling kantelt binnen Europa de wereld. Je hebt terreuraanslagen in Zaventem. Wij waren daar net weg. Ja. Er zijn doden gevallen in België. Je speelt diezelfde avond een voorstelling in Frankfurt. Ga je een minuut stil te houden voor de slachtoffers? Of ga je gewoon spelen? Laat je dat aan je voorbij gaan? Wij speelden na Bataclan in Parijs. Ik kan natuurlijk niet inschatten als er morgen een conflict komt en de salafisten staan voor mijn deur wat ik ga doen. Maar nu op dit moment, als je dan zegt van wat wil jij met je theater doen, dan is het zingen. Dan is het we zullen doorgaan en dan is het we zullen op de barricades gaan staan. En dat is een gedachte die mij troost. Hoe dan ook zal er altijd een cello, die cellospeler in Sarajevo. Op die kapotgeschoten ruïnes. Die gaat er zitten en die speelt een cello suite van Bach. Dat is wat mij drijft. Laten we proosten op een prachtige uitzending. Abonneer je nu op dit YouTube-kanaal en kijk vanaf 23 juli naar de beste momenten van iedere zomergast in Zomergasten in 5 minuten.